Hier is dan het vinnetje, het zwart witkopje. Maar omdat ze de eerste nationale Barcelona vloog en tevens de Gouden Vleugel, ben ik het niet te ver gaan zoeken en ik heb het Gouden Witkopje genoemd. Het is in principe mijn beste duvinnetje. Als jaarling heeft ze Agen gevlogen. Het spijtige aan de duvin is dat je ze maar één keer kunt zetten op een mooie positie. Dus op Agen was ze zeer vroeg met een zevenste provinciale. Maar ze heeft toen ook 10 minuutjes op tak gezeten, uiteindelijk afgeklokt op de 11e provinciale. Het jaar nadien opnieuw Agen. De 16e provinciale. En dan schakel ik altijd over naar Barcelona als driejarige. Het eerste jaar goed prijs, halfweg ongeveer. Vorig jaar per tiental al, rond de 250ste nationale. Ook als nummer 1 ingegaan. En dit jaar natuurlijk opnieuw als nummer 1. Met uiteindelijk het mooie resultaat van eerste nationale en Gouden Vleugel. Mooi zwart vinnetje, sterk gebouwd. Ik heb zelfs een beetje getwijfeld voor ze nog te zetten, maar ik ga het u laten zien. Ze is meegegaan op 6 pennen en nu heeft ze ondertussen nog gegooid. Ze staat maar op 5 niet meer. Dus binnen een paar dagen gaat ze beginnen te ruien al. Eens op 5 pennen, dan begint te ruien. Het is augustus 2020. En een lange hittegolf geeselt mens en dier in Vlaanderen. Toch loopt Luc Odeurs op wolkjes, want op 2 augustus werd een van zijn duivinnen de nationale winnaar van de internationale vlucht uit Barcelona. Ik ben eigenlijk al 42 jaar duivenmelker. Ik ben destijds, toen ik 8 jaar was, samen met mijn vader begonnen op de Vitesse. Met grote successen, maar ik vond dat veel stress met zich meebracht. Als je op een Vitesse-vlucht speelt, dan zet je bijvoorbeeld 20 duiven en daar komen er 5-6 tegelijk. En dan moet je die zeer snel achter elkaar constateren, want iedere seconde telt daar. En in die tijd was dat nog manueel, dus dat was soms heksenwerk. Nadien heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. En mijn schoonvader die speelde fond. En ik vond dat zo zalig. Als je op de fond kunt kijken, echt relaxen. Totdat er een duif komt. Ten eerste is dat heel mooi wat die duif presteert van zoveel kilometer thuiskomen. Maar ook voor de duivenmelker is dat een beetje rustiger. Ik heb niet zo gestresseerd. En dat vond ik heel mooi. En vandaar dat ik dan overgeschakeld ben in 1994 op de fond. Ik ga fulltime werken. Ik ben voetbaltrainer. En ik ben duivenmelker. Dus dat is naast mijn werk nog 2 zware hobby's. En als je iets doet, moet je het te goed doen en veel duiven, daarvoor heb ik niet een tijd. Dus hier zitten maximum 100 duiven, vooral door het tijdsgebrek. Achteraf gebleken, door het tijdsgebrek, door die weinig duiven, vind ik het wel ideaal. Als je weinig duiven hebt, heb je bijna nooit geen ziektes. Dus het brengt eigenlijk ook positieve gevolgen met zich mee. Kijk, ik heb. Ze komen allemaal centraal binnengevlogen en daar heb ik 4 weduwnaarskotten. Met ieder kot heeft zijn eigen kleurtje. En nu staan ze klaar en dan gaat ieder duif naar zijn eigen hok en ze lopen gewoon binnen. Dus dat zijn die 5 van dit hokje. Deze staan ook klaar. En die lopen nu in hun hokje binnen. Nou, dat is nog een van dit hokje hier. Deze weduwnaars die hebben de jaarduiven hebben Limoges gevlogen. De 2 jaars hebben Montélimar gevlogen. En normaal gingen die nu nog naar Narbonne. Maar je zult het zien, de pluimen liggen hier al. Ik heb niet verduisterd en ik kan waarschijnlijk niet meer zetten op Narbonne. En de anderen hebben Barcelona gedaan. Dus ze waren vandaag weer heel knap binnen de 10 seconden. Die is de regel die ik hanteer. En dan krijgen ze allemaal zo. Vroeger deed ik dat met de lepel, maar ik ben daar allemaal mee gestopt, gewoon in mijn hand. En ze staan klaar om te eten. En als ze dat eens weten, dan komen ze op tijd binnen. Je ziet hier ook dat ik de droge mestmethode hanteer.
Enerzijds uit tijdsgebrek door mijn beroep, door de twee zware hobby's, voetbal en duiven. Maar anderzijds vind ik het ook een goed systeem. Je zult zien, de pluimpjes en zo die blijven goed liggen, heel droog. Oorspronkelijk ben ik begonnen op de Font, ook met de nodige successen. Maar wij hebben hier het nadeel in Sint-Ruiden dat we ten opzichte van Limburg niet zo goed liggen. En Limburg ligt nationaal bekeken ook niet zo goed. Wij moeten al een beetje geluk hebben met het weer om hier vroeg te presteren. En het probleem op de Font was, ik heb vaak een tweede en een derde provinciale gemaakt. En mijn droom was ooit een eerste provinciale te maken. En in 2015 heb ik dan het besluit genomen, ik ga de zware Font op en vooral Barcelona. Omdat ik ben van mening, hoe zwaarder de vlucht is, dus hoe verder, hoe meer dat de duif tot zijn recht komt en hoe minder de duivenmelker, aangezien ik niet zoveel tijd heb om mijn duiven te verzorgen. En ten tweede, hoe zwaarder de vlucht, hoe verder de vlucht, hoe minder dat de ligging iets doet. Dus ik ben er vast van overtuigd, en dat merk je ook de laatste jaren, dat wij hier in Limburg, in Sint-Truiden, goed kunnen spelen op Barcelona. En dat is op andere vluchten minder zo, omdat die altijd bepaald worden door ligging en wind. En op Barcelona, ze moeten zo, van zo ver komen bij zo extreme temperaturen en weren. Volgens mij doet dat dan niet meer zoveel. Hier worden de duiven dan nog altijd manueel gepakt. Ja, maar ik ben pas over een vijftal weken overgeschakeld omdat ik moest op de elektronische. Dus ik heb nog geen Sputnik waar ze automatisch overlopen, dus ik moet ze nog manueel pakken. En dan loop ik zo snel mogelijk naar mijn klein antennetje. En dan constateer ik hier de duiven. Ja, dat is nog eigenlijk het oude systeem, maar we moesten overschakelen over 5-6 weken. Dus ik heb mij voorlopig zo'n klein antennetje gekocht en een eenvoudig apparaatje. Zijn ze geconstateerd, dan moet ik nog binnen naar de computer gaan en moet ik ze ook nog gaan ingeven. Eenvoud siert. Dat geldt zeker voor de aanpak van Luc. Ook de dierenarts komt er op zijn hok nauwelijks aan te pas. Ik ben er vast van overtuigd, als je Barcelona wilt winnen, moeten ze een natuurlijke weerstand hebben. Als je Vitesse halve Font speelt, dan kan ik aannemen als je elke week die duiven meezet, dat je af en toe iets moet geven. Maar wij spelen eigenlijk relatief weinig. Mijn duiven worden goed opgeleerd. In 5 stappen gaan ze van 100 tot 500. En dan gaan ze naar Barcelona. Dus zij krijgen eigenlijk de nodige tijd om te recupereren. En omdat ze zo weinig in de korf komen, vind ik dat totaal niet nodig. Ten andere, een duif die vrijdagsmorgens bij 30, 40 graden gelost wordt en die 2 dagen moet vliegen, die moet sowieso ook eten en drinken in het veld gaan zoeken. En dan is het ook terug naar de basis dus. En die aanpak heeft duidelijk geloond. Luc wist natuurlijk dat hij een heel goede duivin op zijn hok had. Maar de overwinning op Barcelona oversteeg alle verwachtingen. Mijn droom was ooit in mijn leven een eerste provinciale te maken. Liefst dan op Barcelona. Daar heb ik ook mijn doel van gemaakt over een paar jaren. Ik zei tegen de vrouw, ik word 50 jaar. Ik wil ooit een eerste provinciale maken. Liefst Barcelona. En nu, dit overstijgt alles. Ja, eerste nationale, nooit van gedroomd. En dan nog de Gouden Vleugel, waar ik ook heel trots van ben. Dat is toch een heel mooie competitie, al de nummers 1 tegen elkaar. Zij heeft Chimay gevlogen, dat is 100 kilometer. Dan Soissons, dat is voor ons 205 kilometer. Sedan, 285. Melun, 310. Een weekje rust. En dan heeft ze Châteauroux gevlogen. Daarna heb ik ze gekoppeld. En toen ze een paar dagen aan het broeden was, ben ik ze in Houffalize in Luxemburg gaan lossen. Dat is alles. Dus 5 vluchten plus 1 keer gaan lossen in Houffalize. Deze nationale overwinning op Barcelona zal ongetwijfeld voor altijd een hoogtepunt zijn in de duivensportcarrière van Luc. Maar als het aan hem ligt, is het zeker geen eindpunt. Ik ben mijn heel leven al een sportman.
zowel met voetbal als met duiven. Dus ik droom nu al van om volgend jaar terug deel te nemen aan Barcelona. Ik ben natuurlijk tevreden met minder, maar mijn ambitie is om daar blijven goed op te presteren. Ik ben van mening dat je een principe hanteert, zo doe ik dat ook in het onderwijs, zo doe ik dat op de voetbal. En blijf vooral met je principes. Duiven passen zich ook aan uw principes aan. Dus niet continu van principe veranderen. Dus ik ga gewoon blijven verder werken en blijven dezelfde opleiding en verzorging doen zoals in het verleden. Natuurlijk allemaal misschien heel snel, want ik blijf lesgeven, ik blijf voetbaltrainer, maar ook vooral duivenmelker.